Zo, zo. Hey, René. Ah, jongen. Hoe is het? Ja, goed, met jou? Ja, ik mag niet klagen. Nee? Dat mag dan niet. Of gelukkig. Ja, dat zou helemaal erg zijn. Kijk, daar is hij. Ik hoor iets van, hij mag niet klagen. Wat is dit, dames en heren? Ja, nee, ik mag niet klagen. Dat mag dan weer niet. Dat mag dan weer niet. Johan, hallo Johan. Hey Peter. Oké. Ja, nou, ik denk dat het wel duidelijk is voor de kijkers dat wij een gast hebben. Ja, die zat er al even. Die is al 4 of 5 pilskal. Wat zegt u? Ik zet hem half op, zegt hij, onze grote vrienden. Oké, dan moeten we eventjes schuiven. Oké, terug. Ja, oké, dankjewel. Ben je er weer? Goed zo. Nou, maakt niet uit. Ik zet hem half op. Ja, mijn goede kant. Ja, of niet? Waarschijnlijk wel. Welke goede kant? De achterkant. De onderkant. Dat weet ik niet. Oh, ja, dat weet ik ook niet. Oh, nou zit... Ja, de manager heeft een druk. De manager zegt dat het goed is. Ja, we zitten niet meer in de roosterop op dit moment, vandaag. Gaat helemaal mis. Dus we zitten nou op het publiek en dan zie je dus dat het even gaat weer... Even wennen weer. Maar goed, maakt niet uit. Ja, gast. Iedereen van mij kent natuurlijk. René Kinderdijk van de Bolhoedjes. Jawel, jawel, jawel. Mag ik even één ding? Want hij is al de zoveelste Bolhoed in onze vlog. Ja. Dus zijn er veel geweest, toch? Derde pas, hoor. Derde, toch? Paul, John, ja. René. Ja. Het geeft niks, mensen. Ja, maar ik vind 3 best wel veel. Ja, 3 is ook heel veel. Zijn verenigingen hebben niks. Dat zijn al meer dan de helft van je vingers. Maar dit was zo goed. Ja, dit was zo goed. Oké, onze gast René Kinderdijk. René Kinderdijk, we gaan gewoon verder. Applausje. Hey. Ja, we hebben wat meer publiek hier vandaag. Het is steeds gezelliger hier. Ik denk dat het eruit als publiek en zo, allemaal leuk. Ja, daarom heet het natuurlijk ook. Publiek natuurlijk, hè? Ja. Dus René, welkom in de stoel. Ja, ja, het is niet de officiële labberstoel, maar goed, deze zal ook wel goed zitten. Oh, je zit lekker. Dus. Prima. Ja, ik begin altijd met de vraag, wie is je vader, wie is je moeder? Oh, ik moet van Marianne erbij zeggen, dat is dan tante S van Jurgen Ruijman. Maar goed, ik snap het. Ik snapte hem al. Nee, mijn vader heet Jan Kinderdijk. Logisch ook Kinderdijk. En mijn moeder heette Irene Kinderdijk Penson. Ja, oké. Okay. Heel kort. Goed, heel goed. Nee, dan kom ik meteen bij mijn volgende vraag. En dat is fijn dat je die mij laat stellen voor een gasten. Sommige gasten die praten gewoon door. Ik zeg niet wie, Rob Beekers. Dus eigenlijk zeg je voor de volgende gast, laat Johan lekker uitpraten. Nee, dat hoeft niet hoor. Als je een verhaal wil vertellen, dan... Ja, maar dat dacht ik al om zo'n verhaal te laten vertellen. Dus, mijn volgende vraag, sluit daarop aan. Hebben jouw ouders invloed gehad op jouw carnavalsleven? Ja, altijd al. Ons paasma ging vroeger altijd carnaval vieren. Broer Kiel aan, een grote driehoek op zijn buik. Gingen de luiers in, wij in de kinderwagen mee. En dan hup naar de optocht toe. Dan door de stad heen. Ja, ze hadden toch luiers bij, dus dan kon ze horen. Dus ja, dus van baby's af aan zijn we meegegaan. Ja, dus een, ja, eigenlijk altijd zo doorgegaan. Dus ja, die hebben toch wel een... Voor mij heeft het toch wel een behoorlijke invloed gekregen. Ja, 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 dus. Dat snap ik, ja. Oké, okay. Ja, meestal komt Peter nou met een vraag. Oh, ik was eventjes met... Ah, zie je wel, oké. Hij is weer ergens anders mee bezig. Ik wist wat attributen eigenlijk. Uit onze lebbertas. Ja, dan moet je die even pakken. Ja, maar... Lebbertas. Dan vraag ik gewoon door, maakt me niet uit. Ja, natuurlijk. Ja, daar heb je een manager voor. Of we hebben een secondant tegenwoordig hier zitten. Ja, het regel dat. Rieke, dan doe even wat spulletjes hier naar op de tafel nemen hoor. Pardon? Pardon? Ja, maar je moet er een beetje wennen. Is niet erg. Nee. Oké. Okay. Nee, maar goed, wij willen even terug filmen naar de vorige vlog. Dan hadden we ook onder René. Van de Domme Kanters. Van de Domme Kanters. En toen hadden we ook weer toch, ja, hoe noem je dat? Iemand die echt carnaval ingedoken is en dingen heeft gedaan in de carnaval, zeg maar. Ik weet niet bij welke vereniging jij uiteindelijk begonnen bent. Ik ben eigenlijk altijd gewoon op stap geweest. En zoals elke jonge lui, lekker gezellig op stap. Totdat ik trouwde. En toen kwam ik in Straten te wonen. En er zat maar een stratenmaat in club te leuten. Nou, oh ja. Dus wat gingen we altijd? We gingen altijd naar de leuten toe. Want dat was dus altijd lekker... Ja, gewoon lekker dichtbij was dat voor mij. Ik kon daar lekker gewoon op de fiets naartoe. En dan, dan was het wel heel vaak s'avonds rond 11 of 12, dan zat ik toen op mijn fiets. En dan ging ik naar de Bolhoedjes toe. Als leut zijn. Als leut zijn. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik zat niet bij de vereniging, ik kwam daar gewoon omdat ik daar ontzettend veel mensen kon.
En ja, dan word je toch een op de ander en om geen mensen te kennen. Omdat je ze toch de vereniging ziet, je praat ermee. Yes, yes. Ja, en zo doen we eigenlijk doorgerold. Ja, nou, sinds een. Ja, zonder corona wordt dit nou mijn derde jaar ervoor. Als bolhoed. Als bolhoed. Officiële bolhoed. Als officiële bolhoed. Ja, ik weet niet hoe dat werkt daar, als je dan een soort van aspirant lid bent of zo. Eerst een jaar even meekijken of je het wel echt leuk vindt. En, en dan kom je gewoon bij de club. En dan, bij de club. Ja, dat is toch een apart clubje, bolhoedjes. Dat weten we wel. Ja, de bolhoedjes is een apart clubje in welke zin? Ja, dat vraag ik me dan ook eigenlijk af. Nou ga ik je ook toch even aan kijken. Heb je het door, dames? Nee, ik zet nou Peter voor het blok. Nee. Nou, dat is wel leuk eigenlijk. Het is natuurlijk leuk, hè? Dat is toch wel een beetje. Voor mij is het een beetje decadent. Mag ik zo zeggen. Decadent met een bolhoed. Ja, maar dat mag ook. Ik denk dat de bolhoedjes zijn volgens mij ook de bekendste en de grootste vereniging van het Lampengat. Dus dan mag je best wel een beetje stoer doen. Beetje. Toch? Vind ik wel. We komen altijd goed over. Daarom, nou, dat is het goed. Ja, qua aankleding, chapeau. Best. Om dat woord te gebruiken, is chapeau. Misschien een beetje te moeilijk voor ik deze. Schrijf op, mijn lieve mensen. Bingo, hè? We gaan weer bingo. Nee, maar goed, René, ja goed. Want ja, goed, dit is trouwens vlog 50, by the way. Kijk. Vlog 50. Ja, Johan had zich een beetje versproken de vorige keer. Ja, dat was vlog 49, dus ik moest even rectificeren. Nou, bij deze vorige vlog met Jetje was 49 en niet... Vlog. Nee, dat was 48. 49 was met René. 48 en 49 was met René. René Kerk, en 50 is met René Kinderdijk. Zo, we zijn er. Maar 50 is een bijzonder getal. Speciaal voor deze René. Ja, want die is over een paar dagen jarig. Nee, die is al geweest als het nog uitgezet. Ja, oké, okay, maar... Knippen we eruit, dames en heren. Nee, we knippen helemaal niks. Over een paar dagen is hij jarig, maar als je dit ziet, is hij al jarig geweest. We snappen onze kijkers dat. Nee, tuurlijk niet. Jij onderschat onze kijkers, hè? Jazeker. Weet je wie onze kijkers zijn? Noem ze eentje op. Nee, dan ga ik weer Gio noemen en dat gaan we niet doen. Jan Willem, die zit nou live mee te kijken. Ja, die zit niet live, ja, die wil niet in beeld. Nee. Die heeft een speciale bijrol, hebben we bedacht. Dus. Goed. Maar goed, ja, 50 dus. Het gaat maar, weer. Blijkbaar ben je dus samen met jouw vrouw 100. Ja, we zijn samen 100. Je ziet het niet aan ons, maar nee, samen zijn we 100. Ja, kijk even naar deze kant. Oké. Onze andere gast is natuurlijk Ria. Maar goed, even kijken. Jij bent inderdaad al een paar jaar bij de bolletjes dus aangestoten. Ja. En dat voelt allemaal goed, neem ik aan. Dus dat voelt ontzettend fijn. Een mooie clubske bij elkaar. Ja. Ah nee, nou goed, dan ga je toch een beetje kijken naar de actualiteit, als dat mag. Mag dat? Dat mag. Want ja goed, drie keer vooraf gaat niet meer plaatsvinden bij het Doelman. Nee. Dat heeft consequenties ook misschien voor de bolletjes. Ja, maar ik denk dat het ook net zoals voor heel veel verenigingen is, dat we het allemaal nog niet weten wat er wel en wat er niet mogen. Nee, maar, dat klopt. Maar, dus ja, maar goed, moest u daardoor ook opnieuw op zoek naar een andere presidentie? Zover als ik het weet, tot nu toe nog niet. Oké, okay, nou dat is... Ze willen het, okay. Maar dat is onderweer ja, nee, onvoorbehoud. Nee, maar dat we een beetje gevoel krijgen hoe wat allemaal speelt en gaat. Daar weten wij eigenlijk opnieuw niet helemaal het fijne ervan. Daar zijn ze nog over bezig. Dus, ja, maar het is jammer dat het vertrekt. Ja, het is heel jammer. Het is een Brabants feest, dus waarom dan Eindhoven? Omdat het al zo lang in Eindhoven ja, geweest. Het is altijd in Eindhoven geweest. Ja, dat klopt, maar ja. Ja. Dus ja, het is heel jammer dat je weggaat. Ja. Ja, misschien de Brabant half. Maar goed, dat maakt dan niet uit waar het is. Wij moeten gewoon kijken naar wat wij hier doen in Lampengat. Zolang wij hier maar een mooi feestje vieren. Ja, dat bedoel ik. En dat is het belangrijkste. Met of zonder drie uur vooraf, met of zonder omroep. Nou, maar zoveel is het niet. We gaan eerst nog lekker 11-11 doen. Daarom, en dan lekker onze eigen ding doen. Dus. Daarom, dat komt helemaal goed. Dus, er zijn nog zat feesten ervoor. Ja, eventjes terug naar de persoon René. Ja. We zagen dat gewoon van links naar rechts. Hè. Want jij doet veel volgens mij vrijwilligerswerk. Ja. In Stratum. Ja, in Stratum. Tivoli. Tivoli. I love it als je eronder rijdt. Ja, klopt. Want zo heet het ook. Tivoli, ja, I love even, it. Ja, goed, oké. Dus ja, dat maar, klopt. Maar dat is wel een beetje jouw dingetje, zeg maar. Dingen organiseren. Ja. En, dat is inderdaad een heel groot stuk van ons leven. Mm-hmm. We doen het al denk ik meer dan 25 jaar. En dat gaat van Sinterklaas tot een levensgrote kerstzaal. Okay. En eigenlijk ons nieuw kindje van alles, wat heel mooi is, echt magnifiek, is de wandelvierdaagse in Stratum.
waar tussen de 800 en 900 wandelaars elke dag, 4 dagen lang komen wandelen. Dat is behoorlijk wat. Dat is maar eigenlijk mensen wat. Uit de wijk, maar ook uit Eindhoven, whatever. Uit Weert, uit Valkenswaard, Zonnebrugge, Sint-Oederode komen ze vanaf. Ja. Dus het is niet alleen uit stratum, iedereen mag komen. Okay, maar het is ook voor jong en oud. Het is ook maar 5 kilometer, okay. Helemaal niet veel. Ja. Lekker door de stratumse heide, door de bossen heen. Okay. Ja, lekker toch? Ja. Leuk. Ja, dat feit dat er heel veel mensen afkomen, is het toch? Dan moet er iets gezelligs zijn, dan moet er iets speciaals zijn, zou je zeggen. Ja, ik denk ook het laagdrempelige wat we houden en gewoon hoe wij het doen. Het is allemaal niet zo stijfjes. Gewoon lekker los en gewoon gemoedelijk. Gemoedelijk, gewoon op zijn Brabants. Maar wanneer mocht je het houden normaal gesproken? Rond de eerste week van mei. Maar dat ligt er heel vaak ook aan hoe de je vakanties vallen. Hè? Als de vakantie valt, dan pakken we het dus de tweede week. Want dit jaar is de eerste week van mei is nog vakantie. Dus dan zal het hoogstwaarschijnlijk de tweede week, want de derde week komt weer. Maar in ieder geval daar en niet in die mei. In die mei. Ergens van jou in mei. Mij. Ja, van ons dan. Maar Johan, dan zou we misschien wel eens mee kunnen gaan lopen dan. Ja, dat zou kunnen. Altijd weer dat zou kunnen, weet je. Maar nooit een keer zeggen, ja Peter, dat doen we. Nee, dat zeg ik niet mee. Ja, ik had jullie wel verwacht eigenlijk. Moet ik mijn wandelschoenen weer van zolder halen? Het is maar 5 kilometer. Dat is een uurtje lopen. Ik ook niet zolder. Ja, sowieso een uurtje. Uurtje wandelen, lekker met jou horen met de mensen om je heen. Oh, ik vind het prima. We kunnen misschien nog een vlog opnemen, live zo, dat we er zo lopen. Tijdens het lopen. Moet je wel, selfie-stick mee. Dan moet je wel opletten voor de boomschronken, want anders krijg je een hele mooie vlog van af en toe dat je zo omlaag 900 gasten hebben dan zo. Ja, iedereen langs. Oké, maar je moet wel, het is wel een beetje de heide. Ja. Het gaat over de heide en door de bossen. Ja, dat is waar, komt goed. Ja, ik mis nog steeds een aankleding, maar goed, dat kun je van goed komt tijdens deze vlog. Ik denk het niet. Goed, je hebt personeel, maar je hebt toch niet? Ja, je hebt niks aan je personeel. Hebt niks aan. Je hebt toch een vlag? Je hebt toch een vlag, hoor ik hier, van JW. Dat is JW. Ja, maar we hebben ook andere attributen, dat weet je toch? Waar heb je dat niet? In de tas. En dan een bordje lampen gaan. Dat is de tas van de manager. Die tas. Die tas. Ja, het is allemaal, sorry, dat is allemaal heel opvulling. Dit gaat allemaal niet. Nee, dat gaat ook. Even kijken. Joel, heb jij nog misschien een vraag? Een prangende vraag. Ja, ja. Nou ja, ik zeg altijd gekscherend, Adam, die broer van Paul. Er wordt wel meer gezegd. Maar hoe komt dat nou? Dat is mensen denken, want dat zijn broers van elkaar. Ja, maar als je gaat staan. Ja, ik ga even staan. Even niks. Ik ga eens even staan, als ik nou niet struikel over de voorkleed. En uit beeld. Ja, maar ik ga even om de rest. Ja. Dan kan je met zolang je dit niet ziet. Ja. En je ziet alleen dat. Dan denk je, hé, dat is Paul. Ja, dat is waar. Ja, hey, dat klopt. En vooral als het is eigenlijk, stiekem is het dus een tweeling, maar dat willen ze eigenlijk niet bekend maken. Ze lijken een beetje op als elkaar. Wij, als wij alle twee in onze raaspak lopen met bolhoed, dan wordt er nog wel eens regelmatig tegen mij aangepraat. En dan zeg ik van heel mooi ja, is goed. En dan komt Polk achter me staan en dan zie je ze echt zo kijken van, wacht even, dan loop ik weer aan en dan staat ze nog steeds te kijken naar Polken. Okay, dus... Oh, jij bent Polken. Ja. Dus er zijn toch veel mensen die zich vergissen. Er zijn toch wel wat mensen die zich vergissen in ons, ja. Maar leuk. Terwijl ik mijn eigen knapper vind als Polken. Ja, dat is ja, maar dus... ik denk dat Pol, ja goed, we hebben Pol. Polken nou, zegt hetzelfde. Ik denk het wel. Ik zeg hetzelfde. Dat ik dus knapper ben. Dat jij je knapper bent. Ja, want wat we kunnen doen natuurlijk is gewoon zeg maar een foto van Pol laten zien en een van jou. En dan zoek je verschillen. Of de overeenkomsten. Oh ja. Ja, dan zullen ze misschien wel zien, ja, er zit toch wel verschil. Als je goed gaat kijken wel. Polk is van Bol. Zeg ja, ik dan nou? Nou een beetje Wat zeg ik dan nou? Ja, nee, ik weet niet of Paul daarop zat te wachten. Dan denk ik, Paul, Paul wij hebben niks gezegd, hè? Daar, ik zeg Paul, ik wil ook weer in die vlog. Ik wil ook weer babbelen over mee. Ja, daar gaat hij rondlopen. Ik voel toch een rivaliteit hier, ja. Nou, dat valt wel mee. Ik heb nog wat mutsen in regel. Het is vriendschappelijke rivaliteit, denk ik. En dan mag ook onder elkaar. Op een goede manier mag dat, zeker. Wij doen eventjes, Johan en ik zijn eventjes, wij zijn solidair. We doen allebei de, ja? Ja, we doen een bol. Heb je nog eentje, Jan-Willem? Een dat is een dames, dit is een vlog van Nergel. Doe mij nog een muts. Een muts.
Je weet er niks voorbereiden. Je ziet, nee, het, ja, nee, maar dat is al heel duidelijk. Dat is wel, dat zo, ja. We hebben natuurlijk wel een beetje gesnuffeld op Facebook en LinkedIn, ja, over jouw profieltje. Maar heb ik door... heb ik een LinkedIn? Ja, je hebt een LinkedIn. Ik kan even een beetje. Ik heb een LinkedIn inderdaad. Ja. En daar staat inderdaad. Heb ik dus. Ja, dat is een mens. Nee, maar het staat bijvoorbeeld bij het organiseren, activiteiten, uitvoeren van ideeën. Geeft een goed gevoel als het geworden is zoals we hadden bedacht. En de reacties vanuit de bewoners positief zijn. Nou, dat, ja, vond ik LinkedIn. Nou, dat vind ik een hele mooie wat je net al zei. Dus dan heb ik het toch mooi verhoord. Nou, ja, kijk, ja, dat kunnen we ook zo doen, hè? Oh, dan hoor ik. Nee, dat kan. Als je dat zegt, ik wil me afsluiten, dan kun je me ook afsluiten. Oh, ja. Oh, wacht even, hè. Dan doe ik hem zo. Oh ja, dan krijg je mij wel en beter niet. Ik vind, ja, we hebben in die vlog met Jetje hebben we gesproken over mutsen, afmutsen. Afmutsen. Dus we gaan, ja, dadelijk naar de vlog gaan we elkaar afmutsen. Nee, niet butsen, afmutsen. Weet je. Nee, misschien. Bij deze zijn we aan het einde gekomen. Nee, 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 want daar hebben we veel meer in mijn eteltje. Hier heb je ik heb hier. Weet je wel. Ja. Nee, wacht even, we gaan toch even naar richting een serieus momentje. Ja. Want kijk, René is... Oh, wacht. Ja, zie je, ik voel serieus. Ja, en dan komt onze manager aan. Wat is dit? Wat hebben we? Ja, dit is... Ja, René, dat heb je ook gezien op Facebook. Ja, oh ja. Ja, op Facebook ook gezien, ja. Johan, wil jij hem even voorlezen? Dan zal de foto gewoon in beeld komen dadelijk. Ja, de foto komt gewoon in beeld. Die demon... Monteren we erin. Ik wou demonteren zeggen, maar monteren we erin. Dit is een berichtje van Rolf Rijnen. Oh ja. En dan, vrij recent, of niet? Ja, even kijken, wat staat erbij? Ja, vrij recent. Ik durf de datum niet meer te zeggen. Nou, dat, Oh man. Goed. Ja, september volgens mij. September, ja, ergens. Okay, ja. Vorige maand. Goed. Dat staat dan Paul Aerts gehackt. Of hoe heet dat? Getagd. Ja. En dan staat er, kijk eens wat er nu weer op de deurmat ligt. En dan is dat waarschijnlijk confetti. Oh, okay. Dus ja, dat je maar één confetti liggen eigenlijk. Ja, één confetti. Eentje maar. Eén. Het is er maar één. Maar zou René Kerkdijk toch weer terug zijn met zijn rondstrooien? Dus Rolf die denkt eigenlijk dat René daar aan rondstrooien. Want als dat weer begint, ga ik toch echt andere stappen ondernemen. Nou, dat klinkt heftig. Dit. En daar staan er wel een hoop smileys achter. Ja. Dus ja, bij Rolf Rijnen lag er dus één stipje. Ja, dan heb ik hier inderdaad van eind augustus van Paul Aerts. Nou weet ik het zeker, zegt hij. Krijg ik een kaart van René en Ria Kinderdijk. Dat jullie inderdaad van Botstein samen horen. En wat zit erin? De envelop? Confetti, zegt hij. Voor confetti. Precies dezelfde als het tijdens carnaval in sommige kleurtjes zijn gegooid. Dus dader is voor 99% bekend, maar nu eigenlijk al voor 100%. Nu eigenlijk voor 100%. Dus Paul beschuldigt jou van dit incident. Ja, en Rolf ook. Ik vind het best wel heftig. Want wij hebben dus beelden laten zien vorige vlog, waar toch duidelijk iemand opstaat met een bolhoed. Ja, hetzelfde postuur wat jij hebt. Ja, dus, normaal gesproken zeggen we dat de gast 30 seconden zendtijd krijgt om iets te zeggen over het carnaval. Maar ik zou zeggen, zeg hier iets over. Ja. Wat heb je hierover te zeggen? Dat ik dus ook degene ben die dus die terreur heeft ontvangen van degene. Okay. En op zo'n manier dat ook heel mijn gang vol lag. Ja. En dan geven ze mij overal de schuld van, maar ik zeg maar niks terug, want ja, het zijn toch twee tegen mij en waarvan Polleke, dus laat die man maar. Hij moet denken wat hij zelf denkt, maar ik weet dat ik het niet heb gedaan. Ja, maar ja, dat zal Paul ook. Ja. En dat zegt Polleke dus ook weer. Maar wat wel opvalt bij mij, en vooral op de foto, het is een lange jas die hij aan heeft. Ja, klopt. En ik weet dat ik geen lange boerenjas heb. Ik heb een korte boerenjas. Aha. Ja, maar wat is kort? Is dat zo'n riefeltje korter? Of is dat echt? Ja, precies. Nee, het is echt wel een stuk korter. Oké, okay, dat is eigenlijk bewijsmateriaal wat je nou zegt. Ja, alleen ik heb hem nou dus niet bij. Ja, kijk. Dus, ja. Daar kunnen wij niks mee, Johan. Ja, wij zijn ook niet van de politie. Wij zijn onafhankelijk, hè? Wij zijn onafhankelijk. De mijne komt net op mijn heup. Dus, ja, en hij was toch wel een heel stuk langer wat je aan. Dus, ja, maar misschien heeft hij Photoshop. Voilà. Dat valt me dan toch wel René, heb je een ander argument waarmee je toch kunt zeggen, jongens, ik heb het gewoon niet gedaan. Punt. Nou, ja, maar dan komen we weer terug bij een andere bolhoed.
Nou, ja, maar nee. We willen jouw onschuld, we willen gewoon kijken of ja, weet. Ik was dus, op dat moment dat het gebeurde, stonden we dus op de Mert bij de... Mag ik reclame maken? Voor mij wel. Wow, bij de marktbakker stonden we met z'n allen aan de kraam. Oké. Okay. Toen het... Toen het gebeurde. Ja, bij jouw brievenbus. Ja. Nou, bij meerdere brievenbussen. Ja, maar hij kan toch niet gelijk bij iedereen zijn gleuf opstaan? Nee, maar het voordeel is, omdat ik er dus weer dichtbij wonen, voordat ik thuis was. Wat zeg je nou weer, Peter? Nou goed. Is hij jou? Ja, je hebt er over gleuven vullen. Nee, ik weet het niet. Osborne Siemen. Hey. Nee, oké, maar hij heeft dus eigenlijk op was het op één dag, heeft hij alle... Hij heeft, nou, toch wel op veel. Op veel dagen, of op de vrijdag, heeft hij toch, voor, als ik het zo goed heb begrepen, een stuk of 4-5 aangedaan. Kijk. Oké, maar heb jij misschien onderzoek gepleegd naar bepaalde vingerafdrukken of dat soort dingen? Ja, die schilfertjes waren net te klein. Ja, niet... ja, ik heb het wel geprobeerd, maar toen heb ik ze moeten vastpakken en stond mijn zon. Ja. Dus ja. Ja, zie, daar ga je weer, hè? Dus, ja, maar dat is toch verrekt lastig onder onderzoek. Maar, wat het wel is, ik heb mijn pak een keer ondersteboven gehouden van carnaval. Ja. En ik ben door Polkenburg nog wel eens regelmatig... Hoe noem je dat? Besneeuwd? Of geconfettied? Geconfettied zal het zijn, denk ik. Geconfettied. En toen begon ik mijn pak uit te schutten. Schudden. Maakt niet uit. Schudden. En toen kwam er ook allemaal van hetzelfde confetti uit. Ja, maar ja, dan kunnen ook mensen zeggen, ja, het goed zelf is. Ja, maar weet je wel hoeveel... Ja, ik wil niet lullig zijn. Weet jij hoeveel hij bij zijn thuis heeft staan? Ja, hij heeft van die emmers. Emmers? Of zakken. Zakken? Hij heeft gewoon een hele kliko's vol. Maar wie is dan zijn... Companion, ja. Waar koopt hij deze dingen in? Misschien dat we die moeten benaderen. Dat moeten we naar Belgen. Het zijn Belgische confetti's. Ja, ook nog eens een keer. Het wordt nog leuker, dames en heren. Het wordt een heel mooi verhaal. Het is een hele lastige, maar ik weet zeker dat ik het niet ben. Ja, want mijn vrouw begon al te mopperen dat het huis eronder lag. Ja, en ik kom het nou nog tegen. En wie mag het opruimen? De vrouw, zeker? Ja. Totdat de brief weer elke keer een brief binnenkomt, dan leek de gang ook weer vol. Ja, oké, ter afsluiting. Ja, ik weet niet of ik nog iets wilde zeggen. Nog even tegen Rolf en Paul van jongens. Jongens, pak nou eens een keer de goede Rolf en Paul en ga eens achter de juiste persoon aan. Ik ben het niet gelukkig, dat weet ik 100% zeker. Ja, ja. Maar we komen er wel achter wie het heeft gedaan, want alles wordt in zijn werking gesteld. Kijk. Ja, want wij weten ook, dat hebben we laatst ook gezegd, we willen gewoon dat de dader gepakt wordt. Ja. Echte dader. Of jij dat jou bent, of Paul, of whatever, wie. Dat maakt niet uit. We gaan er achteraan. Want dit is gewoon afslag. De politie is op de hoogte. En de prins volgens mij ook op de hoogte. Dat ik denk dat nou één persoon vergeten. Oh. Want je hebt over de politie, over de prins. De Bo was Giovanni. Ja, die kunnen we inzetten. Die kunnen we inzetten. Die gaat ook onderzoek uit. Dat weet ik zeker. Ja. Die gaan we vragen. Heel goed. Kijk, want dat is mooi. Goed. Dat is mooi, ja. Maar goed, even nog één stapje verder. Stel je voor, we hebben daar de dader, hè, de man, de vrouw of whatever. Misschien zijn er wel meer daders, weet je, te pakken. Wat voor straf zou die dan moeten krijgen? Heb jij daar enig idee over? Ik vind wel dat het een klein beetje een leuke straf moet zijn. Eentje waar die ook echt gewoon pek en veren. Ja, dat zou wel een hele mooie zijn, maar dan, ja. Maar dat... Nou, we kunnen natuurlijk de mensen kunnen insturen, hè? Want dat is een mooie, om het ze in te sturen inderdaad. Ik heb wel een hele leuke... Hebben met z'n tweeën zitten na te denken. Met z'n tweeën, wie is met z'n tweeën? Ja, mijn maat, John. Die hebben jullie al gehad hier op maar misschien zijn er meerdere mensen in het spel. Dat is mijn idee. Oh, ja, zit John wel in kom. Nee, John niet. Want John is zo netjes. Ja, maar dat zeggen ze allemaal. John is zo onschuldig. Dat zou ik nou nooit over jou zeggen dan. Dat jij heel netjes bent. Nee, je kent mij. We hebben de schildwerenbied van de federatie. Dan ben je de crimineel van de Maar Lampere. Ik ben het niet. We gaan nou niet met één mij al onschuldig. Wacht even. Wie zegt dat jij het dan niet bent? Dat vraag ik me nou af. Heeft hij dan bewijs dat hij het niet is? Wacht, ik ga deze vragen. Ja, we maken ons alleen maar verdachter door te zeggen dat wij dingen in Jan zijn. Ik heb geen confetti in mijn mond zitten. Jij hebt niet? Nee. Nee, ja. Ik ook niet. Als er iets aan komt, is het roos.
Ja, goed, in principe zou het er heel veel mensen kunnen zijn. Maar het is wel een beetje de hoek. En vooral de foto's die je hebt getoond. Is het inderdaad iemand van de bolletjes met een lange blauwe jas. Jas aan, inderdaad. Dus goed, dus luisteraars, kijkers, ik zou zeggen. Ja, doe je ding. En als je een straf kunt. Hij zit binnenste buiten. Een straf kunt bedenken, gooi het eventjes. Ja, wat zat dat? Je hebt niet helemaal gehad, hè? Je hebt wel gehad. De manager zit even niet opletten. Je hebt wel gehad. Niet opletten. Deze moest je al laten zien, denk ik. Ja, heel goed. Ja, dat is heel veel interactie in de achterkant hebben we hier. Voordat ik vergeet, we vergeten nog alles. Voor jou ook de originele lapstickers, alsjeblieft. Merci. Misschien dat je daar wraak mee kan nemen op de dader. Mag nee, je maar kan deze niet misbruiken op nemen. Nee, maar die gaan we gewoon mooi op een lantaarnpaal plakken. Oh, dat is helemaal goed. Ja, okay, ja. Alles gaat hem. Ja, nee, dat is goed, dat is goed. Maak een foto van zijn Facebook, helemaal leuk. Doe me. Maar ja, de vraag is ook toch. Kijk, de dader die weet perfect goed wat hij aan het doen is. Maar zou je dat nog steeds blijven doen daar? Die denken, nou ga ik die andere mensen eraan proberen te naaien of zo. Ja, ik denk het wel. En hij ziet dan die vlog, hij denkt van nou, die tops en die regels, dan een beetje, weet je. Weet hij wat die, weet veel mensen waar jullie wonen? Ja, dat weet ik niet. Dan merk je wel gauw genoeg als het confetti in de brief is. Ja, dan wel. Van de bolletjes weet John waar ik woon. Dus als er confetti ligt, dan, ja, dan weet ik het. Maar ik denk dat misschien, hij probeert misschien toch vraag te nemen dat jij nou een podium krijgt via onze vlog. Ik zal wel vast... Of hij of zij, wacht, dat weet ik. Ja, het kan ook zij zijn. Maar... Ja, want de foto was toch van iemand. Ja, nou, nee. Of het kan 8 maanden zwanger zijn of zo, weet je. Ja, nee. Ach ja. Jo, wat doen we ermee? Want dat komt niet uit. Ik zou het even laten. Ik zou het even aan de authorities overlaten. Ja. Wat zeg je nou? Aan de autoriteiten. Aan de politie en justitie en de stadsprins. Die moeten vooral die laatste dames. Ja, en natuurlijk onze eigen veldwachter niet te vergeten. En de veldwachter en de boa's. Want ik denk dat die gewoon echt duidelijk moeten optreden. En dadelijk moet er gewoon een tribunaal. De tribunaal is een beetje negatief. Tribunaal? Dat is, ja, nee, noem je dat een... tribunaal. Ja, noem je dat? Help. Een rechtbank. Hij moet naar het gerecht. Gewoon in het Nederlands zeggen. Ja, wij hebben weer een letter bingo binnen. Oh, nee, maar wij doen eigenlijk... Ja, dus moet gewoon een rechtbank moet zitten en de rechters moeten daar wel gebruiken. Over deze zaak. Inderdaad. En dat moet gewoon gestopt worden. En als die gast het ook niet doet, gewoon boetes, boetes uitdelen. Delen, hup, flaps. Zo is dat. Dus dader, je bent gewaarschuwd. En, of als je hier. Andere kijkers, let goed op. En als je tips hebt en als je... leuke, ludieke, carnavaleske straffen weet, laat maar weten. Ja. En, ik stel voor, we ruimen de spullen op, we gooien de spullen terug naar onze grote vrienden daar aan de onderkant zit. Dat is helemaal gek, mijn haar zit in de koep, maar dat maakt niet uit. Ja, mijn haar ook. Oké. Okay. Want dan zal ik de mijne zo krijgen. Ja, precies. Dat is niet goed. René, bedankt dat je er wilde zijn. Ja, hartstikke bedankt. Ik denk dat je verhaal goed overgekomen is. Leuk dat je even wilde vertellen over je privé dingetjes, altijd wel leuk. Mocht je nooit spijt willen, dan kan dat nu nog. Anders gaan we deze vlog sluiten. Ja, de hele is bedankt. Ja, oké, dan zien we elkaar binnenkort hopelijk in de stamper als carnaval. Ja, daar ga ik wel vanuit. Zeker. Daar ga ik wel vanuit. Zeker. Komt mij toch een kwaad tegen. Ja, en ook als het daarop bekend is, dan gaan we daar gewoon op een goede manier mee om, toch? Ja. Oké. Ja, zeker weten. Oké, Johan? Geen laatste dingetjes meer? Ik heb al het laatste dingetjes. Ja, je bent net Columbo. Hè? Oh, is er nou trouwens tafel 101 zitten nou? Ah, oké. Okay. Was dat het? Kun je daar eens mee? Nee, hè? Dat mag niet. Het had honden. Dan gaan we zwaaien. Ja, sorry, maar niet zo mee. Dag, lieve mensen. Bedankt en tot de volgende vlog. Houdoe.